Jawel, jawel. Kijk, maar zie het al. Hè. Ja. Hoe lang heb je in de sportschool gestaan afgelopen winter? Afgelopen weekend. Winter. We zitten midden in de zomer en midden in de hittegolf, waar Nederland nu onder geteisterd wordt. Ook vandaag weer temperaturen tussen de 30 en 31 graden. En het is natuurlijk veel te heet om op het kantoor te werken. Vandaag is daarom mijn kantoor hier op het strand van Scheveningen. En ik ga aan de mensen vragen hoe tevreden ze zijn over hun summer buddies. Waar komen jullie vandaan? Uit Uden komen. Uit Uden? Woerden, man. Woerden. Bodegaffe. Where are you coming from exactly from Spain? I'm coming from Madrid. From Madrid? Capital, yeah. Bennekom. Waar ligt dat? Gelderland, man. Gelderland. Dus jullie zijn op tijd vertrokken vandaag? Ja, vroeg. 9 uur. Uit Almelo. Uit Almelo? Ja. Wauw. Hoe lang hebben jullie erover gedaan om hier te komen? Anderhalf uur. Oh, dat hebben jullie nog best wel snel gedaan. Ja. Doortuffen zeker. Jawel. Lekker. Helemaal vanuit Limburg naar Scheveningen. Klopt. En jullie zijn hier gekomen om uiteraard lekker te eten, zie ik. Eet smakelijk. Shisha bij ons, die hebben we al, die is al op. De eten is op. Shisha is al op? Ja, is al op. Hey, en hoe tevreden zijn jullie over jullie summer buddy? Over mijn summer buddy, niet tevreden, man. Oh. Ja, van vorig jaar was best oké, okay, want dit jaar nee. Dit jaar valt een beetje tegen? Ja, zeker. Wel, maar ik hou ook wel van eten. Dus op zich... Hoe tevreden ben je nu op dit moment? Ik ben wel tevreden, ja. Heb je niet lang genoeg in de sportschool gestaan afgelopen winter? Nee, man. Dus het is niet iets waarvan je zegt van nou, ik ga dat en dat niet meer eten of zus of zo, of ik ga vaker dat trainen? Nee, ik ga wel vaker boulderen nu, 3 keer in de week. En daar ben ik nu net mee begonnen, dus waarschijnlijk wordt het daar wel beter van. I exercise, I work out. In order to drink later. Yeah. But I don't have drink a summer body. Yeah. I don't have a summer body. Dit jaar is niet gelukt, hopelijk volgend jaar wel. Laat ik het zo zeggen. Ik was in afgelopen januari begonnen met sporten, maar... You don't have to. Oh, okay. I'm going to be on diet. I'm not going to eat pizza. You can be a fit person, but you can have healthy food. Like, okay, you can work out in your free time, but in your normal routines, you can... Eat whatever you can also eat a hamburger and put some sauce, very much sauce. Yeah. Ik zit een beetje om me heen te kijken. Ik zie mensen, sommige mensen hebben een shirtje aan, andere mensen zijn gewoon lekker fully naked. Jullie hebben ook een shirtje aan. Is dat omdat jullie niet tevreden zijn over de summer body? Jawel. Kijk, maar zie het al. Hè. Ja. Hoe lang heb je in de sportschool gestaan afgelopen winter? Afgelopen weekend. Winter? Ja. Nou, vooral veel met voetbal. Maar dan ook wel gym erbij, dus eigenlijk wel. Okay, voetbal je op hoog niveau of zo? Moet ik het voor me zien? Almere City. Dat is redelijk hoog, inderdaad. Dus dan ben je gewoon 5 dagen in de week ben je met sport bezig, sowieso. Ja, 5, 6 dagen in de week. Shirtje uit? Dat niet? Of? Nee, jawel, tuurlijk. Gewoon als we gaan zonnen, dan doen we het wel. Oké, hoe tevreden zijn jullie over jullie summer buddy? Ja, ik ben op zich wel tevreden, man. Jawel. Heb je veel uren in de sportschool doorgebracht afgelopen winter? Ja, op zich wel. Ja, ik voetbal zelf, dus daarom. Oké, hoog niveau ook? Jawel. Oké, dus je bent sowieso wel echt sportman? Hij speelt bij Vitesse. Daarom... Dus je speelt bij Vitesse? Niet zo bescheiden. Hij speelt gewoon bij Vitesse. Oké. Hey, als je iets zou mogen verbeteren aan je lichaam op dit moment, wat zou er dan moeten zijn? Ja, ik ben op zich wel redelijk tevreden, hoor. Ja, voor het voetbal is het goed. Kan altijd wel wat beter. Ja, wat zou er volgens jou beter kunnen? Wat strakker. Heb jij nog... verbeterpunten. Geef mijn lichaam denk ik wel 11 of zo, denk ik. Een 11? Oké, we kunnen gaan. Ja, ik zou wel een beetje meer blokjes willen. Ziet er op zich wel goed uit, toch? Maar... Hey, ik wil nu wel even wat zien, man. Laat even zien. Hey, dat is gewoon prima, toch? Kijk, je hebt al die mensen zoals in de gym, gewoon echt 6 keer in de week met zulke spieren, zulke armen. Dan denk ik, nee, wat is lelijk. Maar ik denk dan wel meer buikspieren, man. Borst. Meer buikspieren? Ja, ik wel, man. Oké. Gouden tip voor de mensen die nog niet zo'n 11 zijn als jij, maar het wel graag zouden willen. Ik zeg goed eten, maar ik eet zelf ook ongezond. Dus gezond eten is natuurlijk een belangrijk ding. Ja, gewoon veel bewegen. Veel drinken, water drinken. Veel drinken, water drinken. Hebben jullie nog tips voor de mensen die zitten te kijken? Gouden tip voor degene die nog geen summer buddy hebben, maar het wel graag zouden willen. Hoe naar het strand kan ik chillen? Ja, zeker chillen. Als je summer buddy wil, moet je gewoon naar het strand komen en keihard chillen. Dan heb je sowieso een summer buddy. Eet gezond, sowieso. Eet gezond. Dat is belangrijk. En jij, nog een gouden tip? Elke dag gewoon push-ups en je buikspieren oefenen. Dan komt alles goed. Maar ze zijn nog niet te laat. Nee hoor, natuurlijk niet. Je moet wel tevreden zijn met jezelf, toch? Dat is het allerbelangrijkste inderdaad. Te laat. Gewoon te laat. Ja, stop ermee. Volgend jaar weer een kans, maar... Volgend jaar beter. Ja toch? Ja, te laat gewoon. Oké. Oh shit. Kinderen zijn zo snel tegenwoordig, man. Ik kan het niet aan.
Summer Body Ready of niet, hier in Scheveningen hebben de mensen het sowieso heel erg naar hun zin gehad. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij denkt over je Summer Body. Ben je er een beetje tevreden over? Kan het misschien beter? Laat het eventjes weten onder in de comments. En doe eventjes een duimpje omhoog voor het filmpje, vind ik ook leuk. Leg ik nu even lekker mijn werkzaamheden opzij en lekker chillen van het strand. Zie ik je volgende keer weer. Ciao.